Zo, zijn we weer. Kijk op de weg. We rijden vandaag naar Os. Links afslaan naar Dotterbloem. Vervolgens links afslaan naar Linnaeuslaan. Ja, en dat doen we dus via de A. Links afslaan naar Linnaeuslaan. Tussen de A2 onder andere en de A59. Er ligt iets op de weg, ik weet niet of je dat kunt zien hier. Nou, het is een rotschoen. Maar toch. We gaan alleen de heenrit laten zien. Het is meer dan anderhalf uur rijden. Via Wees, mijn telefoon. Terugweg zal ik de navigatie gebruiken van mijn auto. Even kijken hoe dit eruit ziet. Ja. We zouden eigenlijk naar Tiel toe gaan, dat is niet doorgegaan vanwege het stikstofbeleid, waar allerlei bewoners en Milieufederatie van Gelderland was daar ook tegen. Er was een groot gebouw werd neergezet, de bedrijventerrein Medel in Tiel. We zijn een paar keer naartoe geweest trouwens ook, want ze waren al bezig met de grond. Gedurende 8 minuten tot aan N247 Slochterweg. Oké. Okay. Aan het egaliseren waren. Ik weet niet wat ze daar nu mee gedaan hebben. Misschien dat het zijn tijd eens een keer weer die kant op zouden kunnen gaan. Dit is de eerste optie van de A2. Via de A2 en de A59 en uiteraard de ring Amsterdam, A10 en nu waar we nu rijden de N235. Er zijn nog twee andere opties bedoel ik. De andere optie is via de N235, A10, A1, A27, A2 en de A59 uit het blote hoofd. Gezegd. En route nummer 3 is via de N235, even goed opletten hoor, A10, A1, A30, A12 geloof ik, en dan de A50. Ik dacht dat het zo was tenminste. Ja. Anders zijn dan hoor je dat zijn de tijd wel. En ik wil voordat er mogelijk een tweede corona uitbraak komt, toch die twee andere opties ook nog bereden hebben. Ze zeggen dat het gebeurt wanneer de R in de maand is. En dat is dan meestal vanaf september zo'n beetje. Dat is R in de maand. September, oktober, november, december, januari, februari, maart. Juist. Mensen gaan wel erop rijden. Ja, wat u nu hoort is SoundCloud. Correspondent, staat door Lex Bolmeijer.
alternatief voor de muziek. Want verschillende keren is een filmpje geweigerd omdat het auteursrechten schendt. Ja, dan moet je het eraf halen. En dan moet je het in een gekuiste vorm weer teruggekeerd erop zetten als je het erop wil hebben. Ik heb daar bij het laatste filmpje van kijken op de weg wat eraf moest worden gehaald wegens auteursrechten schendingen meldingen. Heb ik de jingles van iMovie eronder gezet. Dus het officieel geluid met buitengeluid en alles heb ik ze moeten wissen. Dat heb ik ook gezien met een filmpje over een fietstocht in 2018. Als onderdeel van het herstel van mijn knieblessure die ik had opgelopen tijdens val de wintersport. Ja, ik moet even hoesten. Er zit wat slijm achter in mijn keel. Vervelend. Iedereen denkt nu dat ik corona heb, maar dat heb ik dus helemaal niet. Van de week ben ik nog bij de voetspecialist geweest. Die ging mijn koorts meten. Een digitaal apparaatje. Dat was allemaal goed. Zag er goed en gezond uit. Maar goed, om het verhaal even terug te komen. Dus de fietsochtend heb ik dus ook het filmpje moeten kuisen. Heb ik dus ook de jingles van iMovie erin gezet. Als ondersteunend geluid. Dus heb ik het officiële geluid ook moeten weghalen. Met buitenlucht geluiden en al. Dus ik denk van nou, misschien op die manier maar dan maar. Onze feiten zijn op wikken en wegen en onze eigen beslissingen gebaseerd. Als het publiek dan zegt ha 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 ha, die wetenschap doet je ook al niet. Dan raad je die wetenschappers klem. Dan dwing je wetenschappers om net te doen alsof de werkelijkheid via hun mond kan praten. Dat zijn de belangrijkste dingen die jij signaleert, denk ik. Of waar je eigenlijk een pleidooi voor houdt. Dat ook of zelfs wetenschappers niet de waarheid in pacht hebben. Maar dat is niet erg. Niet de waarheid. Als je onder waarheid verstaat dat het een rechtstreekse weerspiegeling van de werkelijkheid moet zijn, dan niet. Ja, want wetenschappers, als ze onderzoek doen, ten eerste bepalen ze wat ze onderzoeken, daarna bepalen ze hoe ze definiëren, dan bepalen ze met wat voor methoden ze onderzoeken, dan interpreteren ze hun resultaten, et cetera. Dus dat is niet waarheid in de zin van een directe reflectie van de werkelijkheid. Het wordt wel waarheid als vervolgens dingen als feiten de wereld ingaan, zoals definities van stoornissen, en daar dan de levens van mensen naar worden ingericht. Dus in die zin produceren ze wel waarheid. Nou, om af en toe even wat zachter en even beter praten. Normaal gesproken duurt dit anderhalf uur. Naar Os. Dat is ruim een kwartier langer dan naar Tiel. En dan moet ik geen files tegenkomen in de vorm van verkeersdrukte of een ongeluk, een verkeersongeluk. Want dan duurt het natuurlijk langer. En dat heeft mij ertoe genoopt om te zeggen. Als we daar naartoe gaan, op het moment dat gaan verhuizen, als het moment daar is aangebroken, dan ga ik letterlijk en figuurlijk mee verhuizen. Dus niet alleen met mijn werk, maar dus ook mijn huis verkopen en daar in een ander huisje zitten. Dus de komende 2 jaar. Ga ik daar naastig naar op zoek. Ik heb nog wel even de tijd natuurlijk, maar niet te lang wachten natuurlijk. Volgens mij was het nog een stukje 80, maar het is nu weer 50. Deze man is helemaal verkeerd gereden, hij staat gewoon op de busbaan. Ik heb groen. Over 300 meter. Rechts afslaan naar N247 Slochterweg. Ja, we moeten.
moet dus echt toch nog even tanken. Want heen red ik het wel, maar terug waarschijnlijk niet. Ik heb al gekeken, in Os heb je ook een thermal tankstation waar je CNG gas kan tanken. 247 Het staat voor compressed natural gas. Ik heb 2 weken geleden nog in Hoorn getankt. Je denkt ze soms een beetje kennen waar je CNG gas kan tanken. John Stuart Mill doe ik dat, waarschuwen dat, ja, we moeten geen betere mensen hebben, zeg ik dan, maar een variatie in mensen, want alles gaat de vooruitgang veel te eenzijdige kant op. Op pagina 234, het is eigenlijk maar één zin, nadat de ethiek en de religie... Links afslaan naar A10 richting Utrecht en Hengelo. De taal van de stoornissen, het ontstaande morele vacuüm op. Ik dacht van, ja, daar zit... Dat is maar één zin, maar wat zit daar niet in een hoop verklaringskracht, zou je zeggen. Ja, en dan nog maar zo weinig woorden in de steden. Ja, nou, dat hangt samen met dat idee van die DSM als eigenlijk een handboek van hoe hoort men zich te gedragen. Daar staat dus een 300 pagina's dik. En vroeger vertelde ik de kerk hoe je je moest gedragen. Je ziet nu ook psychiaters die boeken schrijven, die 10 geboden voor het brein. En dat is de A10. Morele boeken, hoe hoor je het leven aan? Mensen hebben dat over behoefte aan, de boeken worden gekocht. Of kijk naar Damesbaan, of kijk naar het tijdschrift Psychologie en Magazine. Dus dat staat op de voorkant. Ga echt door verdurende 6 minuten. Zo, ik klap er nog even tussen. Hartstikke idee. 300 toch? Wat er nog niet, wat er nog aan je schort. Ik heb al pas een Amsterdamse café, heb ik in de zomer. Ja, die rode auto blijft wel een beetje te lang zo. Thank you.
drie. Niks.
140 kilometer ongeveer, wat ik Google Maps heb uitgerekend. En ook op Waze, het navigatieprogramma wat ik nu via de telefoon gebruik. Dus ja, dat is best een eindje rijden. Dat is verder dan Tiel. Tiel was minimaal 102 en maximaal 112. En dit is om en nabij de 140 hoor. Met alle drie de rugloopsies. Dus ja. Laten we eens even kijken gewoon. Eerst even kijken hoe het daar nu eruit zit. De Kelterweg nummer 30. Wow, een Mongool is dat. Maar die rail niet zo erg hard. Dat noemen we het tussenpeuteren. Yeah.
klein stukje op geschoten. Dat is anders laten een ander resultaat geven dan het buitenkant. Goed bedoelde onderzoeken. Maar dat is toch wel heel kwaad. Wat nog bewust. Ik weet niet of het zo bewust is. Nou, dat geef je zelf eigenlijk aan. Dan moet je er slechte mensen van maken. Schandalig slechte wetenschappers. Want de resultaten die hun onderzoek ontkrachten, gaan naar de klok. Ik denk dat we hebben bij de toppers. Ja. Je hebt een dak open. Dat hoor je echt wel, hè? Ik heb het dak maar even dicht gedaan. Die je ook aansnijdt. Je moet er bijna om lachen als je het leest, als je het zo geanalyseerd krijgt. Zo helder. De grote paradox. Nou. Dat wij van de overheid moeten demedicaliseren. Gaan we meemaken, hè? Volgens de planning duurt het nou nog 50 minuten, 51 minuten. Ja, je bent het helemaal met Rutte eens. Ik denk dat ik rond 2:10 daar ben. Zie je de overheid. Het is 2:15, dus dat loopt nu weer terug. Het loopt nu 2:09. Dus de wetenschap. Ja. Tot een soort onderneming. 5 minuutjes ongeveer. En die gaat de andere kant even drinken. Ik heb eten meegenomen. Waardoor. Even de benen strekken. Dat is wel even belangrijk hoor. Schets ik het zo, die paradox? Het is toch 1,5 uur rijden. Dit is ook een paradox. Ik zelf gebruik het woord paradox voor nog iets groters, maar eerst even over deze grote lastigheid. Dus dat aansturen van die wetenschappers, eigen boek ophouden, je eigen geld verzamelen. Dat is nou 22 graden. Tegelijkertijd werken met het Apollo-netwerk. Dat is een netwerk van mensen in het ministerie en farmaceutische bedrijven waar het ministerie ook geld in stopt. En toen de minister in de Eerste Kamer daarover vragen kreeg en ook we zitten vlakbij Utrecht. De favoriete stad van mijn grote vriend René Lakenman. Want alle partijen hebben altijd belangen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat kan echt niet. Als je dan tegelijkertijd wil dat mensen minder op pillen slikken, minder in termen van ziekte denken, dan ben je iets raars aan het doen. Maar dat is toch iets raars aan het doen? Ik vond dat ongelooflijk. Als je nou als minister weet dat een beslissing. Dat weet ik niet, denk ik. Ik vermoed dat ze het niet weet. Dat geneesmiddelbulletin is heel kritisch. Dat van VWS. Hè? Heel kritisch over geneesmiddeltests betaald door de makers van de medicijnen. Had pas nog een artikel gepubliceerd.
dat ze dat helemaal uitspint op welke manieren allemaal tijdens dat testen die belangen in die resultaten kunnen sluipen. Maar als je, ik denk dat de minister helemaal geen tijd om dat geen even meer op de agenda te lezen. De ambtenaren zullen het ook niet lezen. Ik weet, ik heb er anders ook geen verklaring voor dan dat slechte mensen zijn. Maar wel, dat gaat dan over het controleren, als het ware, maar een beslissing als dat ook volwassenen ADHD kunnen hebben, of dat de criteria voor ADHD, als je die verlaagt, dan hebben dus veel meer mensen ADHD en gaan veel meer mensen die pillen gebruiken. Nou, dat is toch vrij simpel te doorzien. Ja, die beslissingen nemen dan weer de samenstellers van dat handboek, die DSM, die ook vaak net zoals de bedrijven denken. Die denken, dat kun je zien in hun artikelen, die geloven werkelijk wat ze zeiden. We moeten de criteria voor ADHD bij volwassenen wel verlagen, want anders missen we een hoop patiënten. Dus zij denken dat die ADHD los van die definitie kan bestaan. En anders missen we een hoop patiënten. Ja, als je daarop doordenkt, dan heeft op de laatste iedereen ADHD natuurlijk. En wie spinnen daar garen mee? De grote bedrijven. Nou, dat is in het belang van de overheid. Dus die stimuleert dat. Maar dan kan je toch niet tegelijkertijd pleiten voor minder medicijnen? Ja, maar dat is altijd wat het neoliberale denken altijd zegt. Ik denk in termen van individuele verantwoordelijkheid. Mensen moeten zelfredzaam zijn en niet... Over 1,5 kilometer. Ga rechtdoor naar A2E35 richting Maastricht-Sertogenbosch. Ja. Nou, daar is het nog weer die andere kant. Ze moeten hier op deze snelweg blijven rijden. Ja. Mensen zich bewust moesten worden van depressie als stoornis. Er waren ook campagnes bijvoorbeeld van de Hersenstichting. Word je bewust van ADHD bij volwassenen, want er zit criminaliteit in deze mensen. Nu... Ga rechtdoor naar A2E35 richting Maastricht-Sertogenbosch. Word je bewust van de risico's op falen. Dus je moet niet naar de dokter, je moet aan jezelf werken om niet ziek te worden. De standaarden voor een goed functionerend mens zijn niet veranderd, maar de manier waarop je aan die standaarden moet gaan voldoen. Over 6,5 kilometer. Ga rechtdoor naar A2E25 richting Maastricht-Sertogenbosch. Wat die wel allemaal voor kwaad kunnen aanrichten door iets kleins fout te doen. Nou, dus je maakt mensen steeds zenuwachtiger. Die zwangere vrouwen die worden doodnerveus. En misschien ook wel somber en dan is het niet toch geen depressie krijgen, hoor. Dat is slecht voor je latere kind. Dan kan dat kind wel ook depressief van worden. Nou, wat gaan die mensen dan doen met onder dat regime van leefstijlpolitiek? Om hulp vragen. En dan bereik je precies het tegenovergestelde van wat je wilde bereiken met je beleid. En je krijgt gestandardiseerde mensen, wat ook nog eens slecht is voor de menselijke vooruitgang. Ik vind het gewoon ook zo dom. Kijk, als je het niet in termen van slecht wil zien, van kwaadaardig, dan is het op zijn minst toch wel ongelooflijk dom. Ja, onnadenkend. En niet dom in de zin van te weinig verstand in je hoofd hebben, maar dom in de zin van niet stilstaan bij wat je aan het doen. Ik kom zoveel wetenschappers tegen voor wie dit bijna niet te begrijpen problematiek is. Die boos worden als je zegt, ja, maar meten is geen weten. Die boos worden als je zegt, feiten weerspiegelen de werkelijkheid niet. Waarom? Niet omdat ze dom zijn, ze zijn intelligent genoeg van de universitaire opleiding en misschien zelfs om hoogleraar te worden, maar omdat ze, ja, ze zijn van student af aan zo opgekweekt. Model, dus eigenlijk moet je van een tunnelvisie spreken. Ja, en wetenschapstheorie is ook, mijn vrouw is bij de meeste faculteiten gewoon te bezuinigd. Dat is het nog maar heel weinig. Of het wordt gegeven door mensen die dit soort processen niet doorhebben. Maar dat is dus op zich al een voorbeeld van standaardisering. Als je zo wacht hebt, want dan is dat een vak waarmee je die tunnelvisie zou kunnen ondergraven. Ja,
En dat wordt vaak wel erg lastig gevonden, want... Eigenlijk ben je een soort luis in de pels. Ben je dat als wetenschapsfilosoof? Bijna per definitie. Hè? Want waarom zou je geld, belastinggeld aan mijn salaris uitgeven als ik zei wat alle wetenschappers zelf ook al zeggen? Dus ja... Ze willen graag dus bevestigd worden dat het allemaal goed is. En niet iemand die zegt van ja, maar klopt dat wel wat jullie doen? Weet je, ze moeten voort. Ze moeten artikelen publiceren. Dat zeggen jongeren ook wel tegen mij. Die bijvoorbeeld onderwijs van mij gehad hebben. En die zeggen ja, ik kan dat echt niet gaan toepassen. Want dan ben ik te lang bezig met een artikel. Want ik moet, en je kan niet tegen de keer ingaan als je veel moet publiceren. Mislukking ook als keuze, dan moeten degenen die niet zo succesvol zijn, die hebben uitwegen nodig. Nou, één uitweg is gaan schelden op buitenlanders die de schuld zijn van jouw gebrek aan succes. Een andere uitweg is zeggen dat het natuurlijk gaat. Leids Rijntunnel. Tegen dat idee in. En al het gebruik van apps. Over
over digitale vrijheidsbeperking. Ze zijn eigenlijk precies dezelfde thema's. Trudy de Hu in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over haar boek Betere Mensen. Een beetje recht.
wil spelen, elementair spelen. Ik ga er niet dramatisch over nee, doen. Dan gaan we. Nee, hoe kan dat? Dat weet ik ook niet. Als je me dat van tevoren gevraagd had, van hoe ga je reageren als je dat verteld wordt, dan had ik waarschijnlijk. Waarschijnlijk gezegd, ik weet het niet. En misschien wel. Uitbarsten in snikken of gaan we door. Allemaal niet. Nee, ik was er uiterst laconiek over, omdat ik ook dacht van dit is belachelijk. Dit is echt idioot. Ik bedoel, ik ben geen roker. Niet gedaan. Hoezo? Hoezo lopen? Wat is dit voor onzin? Dit is echt een hele slechte organisatie daarboven. Als er een daarboven is. Klote regisseur. Come on. Doe er iets aan. Begrijp je echt zo? Nee, ik ben in die hele periode tot en met nu daar, zoals ik al zei, heel erg niet. Dat is ook
zelf in een auto, meneer van de Tesla? Context waarin die rol functioneert en al dat soort dingen. Met andere woorden, je hebt de taak als acteur, als autonoom acteur. Nou, dan denk je, ik ga er voorbij, maar dan gaat iemand anders weer voorzitten. Om autonoom acteur terug op te leiden. Je hebt speelboeren en je hebt acteurs. En de speelboer is iemand Sorry, hoor. Die zegt, zeg maar welke zin ik moet zeggen. Zorgen dat de onderlinge afstand even groot is. En corrigeer
corrigeer alleen jezelf, dus niet een ander. Want dat is helemaal, nee, je moet een beetje meer zo. Nee, het is toch, nee, je bent te ver. Nee, je moet zelf jezelf corrigeren. Zonder dat je dat bij anderen doet. Want op het toneel kan dat ook niet. Daar kun je niet zeggen, je staat te ver naar voren. Dat wordt. Dus jij zult je moeten aanpassen aan wat die klootzak daar en die studeer doet. Zult moeten doen. Ja, er is niks aan te doen. Zo moet dat. Nou, goed. Terug naar die stok. De opdracht is, hier is een stok. Goed, gooi die door. Nou, dat doen ze dan. Jezus Christus, we moeten een stok gooien. Wat is die voor kinderachtig? Doe het nou een lol. Die valt ook prompt. Begrijp je wel? Moet iemand gooien. Dit is de Maasbrug bij Zaltbommel. Voorbij Zaltbommel. Dat staat 5 meter van je vandaan. Hoe simpel kan het zijn? Het gewoon zucht. En daar moet valt. Nee, dat is volgens mij de Waal. Waal is het, ja. Dan krijgen we direct de Maas. Morgens en waarom doe je dat? Ja, dat is mijn vak.
koekoek. Je speelt een wedstrijd. Jij wilt dus met alle geweld dat brood verkopen. Ja, maar je hebt vandaag niks nodig. Nou, maar... Gastank, 110 kilometer. Als ik bij ons ben, zit hij wel onder 100. Dat verkocht worden. Dat wordt ook nog eens een keer vergist. Dus ik zou het ook kunnen. Nou ja. Echt wel. Ten koste van alles moet dat dus gebeuren. 5 kilometer. Het is wel zo dat ieder jaar melden zich nog steeds honderden talentvolle en minder talentvolle mensen en gretig. Ja. Centrum. Ja. Ongeveer. Komt er weer iets in die... Komt er nog goed, jongens. De rest mama, is altijd goed. Dat scheelt dan toch weer. Eventueel een beetje belegd erbij. Is het altijd knarsen toch? Het is niet voor niks. Dat moet je eerst in Duitsland doen. Dan krijg je dat probleem met je korte in- en uitgestoken. Dan moet je meteen beslissingen nemen. Dat is toch mooi. Jij. Ja. Geweldig. Daar is Ros. Daar moeten we naartoe. Dat bedoelden ze met de rechtsafgaan. Bos. Jo, niks aan. Daar waarschuwen ze voor. Ja. Terwijl tegelijkertijd is er ook dat verlangen. En weet iedereen dat Kuskerk is die van die gouden zeldzame momenten. Nee, mijn Bos. Waar alles overstegen wordt. Dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Dus in de les 1. De eerste les. Ja, dit is het. Toe. Dus nu kan. Zo. Zo.
totaal onbekend, dus hier rijd ik een beetje voorzichtig. Sorry.
hotel 125 euro kwijt, ik zeg maar niets. En dan ga jij toch niet roepen dat je je avond niet had? Dat zullen we godverdomme nou hebben, zeg. Het gaat ook over dat element, domweg, economie. Want die man of vrouw, die komt niet meer. Overigens,
Wat jij bij jou. Ja, ik zat even naar het gesprek te luisteren en daar let ik even niet op. Momenten van niet op te letten en dan gaat het dus mis. Goed, shit happens. We komen er wel. Het is dan eventjes wat langer. Maar waar gaat hij nou remmen? Ik
Nou, we zijn aangekomen in Os. We zijn even een stukje verkeerd gereden. Twee keer zelfs. Eén keer ben ik de A50 opgereden. En toen ik terugging, ging ik ook nog een keertje verkeerd. Maar goed, het is de eerste keer. En ja, we gaan even kijken hoe het eruit ziet. Ik was even vergeten dat de camera op onze accu daarvan die leeg was. Dus vandaar dat we op een gegeven moment niks meer konden opnemen. En we gaan even kijken, hier is het dus. Standplaats van mijn nieuwe werk. Kijk maar. Plusmarkt. Van der Ven is degene die het bouwt. Het is een schaftkeet. Zoals dat op zijn Brabant zeggen. Hè? Ja. Van der Ven dus. Wil je reclame maken? Ja. De hijskraan. Nou, dit is de bouwgrond. Ik mag er niet overheen klimmen, dat doe ik ook natuurlijk niet. We gaan er gewoon even langs lopen. En daar zit onder andere verderop Vos Logistics. Dat is een transportbedrijf. Ja. Even een stukje lopen. Een auto aan. Het is nou lekker weer. Ja. Gaan we zo direct even vanaf die kant daar verderop kijken. Nou, het is hier een fietspad, dus we moeten even goed uitkijken. Nou, dan kunnen we het hier vanaf deze kant bekijken. Daar verderop staat mijn auto, niet zo ver lopen hoor. Dus... zo de baangrond daar ook. Dit moeten ze denk ik nog egaliseren, of daar zijn ze mee bezig. Ja. Ik film niet tot daar aan het einde, maar ik loop daar wel naartoe en dan keer ik weer om. Ongeveer de helft pak ik. Want je kan daar zien, daar kun je helemaal omheen lopen. Dat is een beetje te ver. Dat gaan we de volgende keer de andere kant op bekijken. Zo. Ja. Dat wordt dus de toekomst, hier werken. Over pak een beetje 2,5 jaar, als het alles mee zit. He? Dan moet ik geen vertraging in de bouw plaatsvinden. Dan kan het alleen maar langer duren natuurlijk. Ja. Nou, ik ga even teruglopen naar de auto. Dan ga ik even eten en drinken. De inwendige mensen moet ook worden... bestuurd natuurlijk, om fris te blijven. Dan ga ik tanken en dan gaan we terug. Dan moet ik eerst naar Hoorn toe.
nog even wat te halen voor de telefoon. Runners World, voor het hardlopen. Nou, van het armbandje is niks terechtgekomen. Dus ja, dat moet ik maar even bestellen via internet. Want ik ben toch op weg naar het tankstation in Rosmalen toch weer afslag te vroeg genomen. Dat is verkeerd geweest. Dus het is een klein stukje omrijden. Ja, dat kan dus gebeuren. Als je niet zo bekend bent daar ook. Dus toen ik helemaal getankt heb, en rond even voor 3:30. Had ik de navigatie wel op Holland ingesteld. Er stond op een gegeven moment aangegeven dat ik om 4:55 daar in Holland zou aankomen. Dus al een beetje kantje boord. Maar ja, naarmate de weg vorderde, schoot de tijd niet echt op. Dus rond Utrecht stond hij al op 3:55, 4:55. Dus toen had ik al zoiets van, nou, zet de navigatie maar stop. Dus toen heb ik daarna alleen de boodschappen nog gehaald. En toen ben ik naar huis toe gegaan. Zoals je ziet zit ik nu lekker thuis. Dus ja. In ieder geval bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Bye bye, zwaai zwaai. Tjoe.